Hoi, ik ben Simon en ik heb geprobeerd om een wereldrecord tafeltennis te verbreken, namelijk zo lang mogelijk hoog houden. Het wereldrecord is 5 uur 2 minuten en 37 seconden, op naam van Arjan Raj uit India. Aan mij de taak om 5 uur een balletje hoog te houden, met een bedje, en zo het wereldrecord te verbreken. Of ik het gehaald heb, zie je in deze video, maar wat ik wel kan vertellen is dat ik me toen ik klaar was voelde als, om even mijn favoriete serie aan te halen, Chandler Bing met zijn claw. Nee, echt serieus, ik heb nog steeds een verkrampte hand. Goed, ik ga dus een record proberen te verbreken en ik heb dit nog nooit gedaan. Wel toen in die ene video dat ik moest hoog houden en er vervolgens op mij werd geschoten met een waterpistool en met een Nerf gun tegen me aan werd geschoten. Dat is goed, hè? Ik ben echt helemaal doorheen. Nee. Maar ik heb zeg maar nog nooit geprobeerd om zo lang mogelijk hoog te houden. Dus wie weet is het na 10 minuten al afgelopen. En ik zit ook een beetje te denken hoe ik het allemaal ga doen. Want het record is dus 5 uur en 2 minuten en 37 seconden. Dat is behoorlijk lang, 5 uur. En mijn camera die stopt ook na een bepaalde tijd met opnemen. Dus dan moet ik ook nog hoog houden naar de camera lopen om hem weer aan te drukken. Ja, het wordt allemaal een beetje lastig. Ik ben wel van tevoren al goed naar de wc geweest. Dus hopelijk hoef ik in de komende 5 uur niet naar de wc. Als je trouwens nog afvraagt, Simon, waarom heb je een pet op? Mijn haar zit niet gewoon 3 verschillende kanten op, maar echt 105 verschillende kanten. In deze tijd zijn de kappers dicht, dus dan krijg je dat. Ik dacht, ik doe maar gewoon een pet op. Het is 4 uur, ik heb hier een klokje neergezet. Ik hoop dat het een beetje te zien is, zodat je een beetje kan zien hoe laat het is en hoe lang ik nog moet. Laat ik gewoon gaan beginnen. Dan moet ik dus om 9 uur ergens klaar zijn. Top. Nou, ja, let's go. Oké, als ik dit 5 uur moet doen. Oh. Ja, ik ga dit ook natuurlijk niet 5 uur lang zitten uitzenden straks. Dus ik weet ook nog niet hoe ik dat ga doen. Waarschijnlijk ga ik het gewoon allemaal versnellen en ga ik stukjes laten zien. En ik moet ook een beetje tactiek verzinnen. Ga ik heel snel of ga ik... Oké, nee, ik ga niet hoog. Dat weet ik nu al. Ik ga gewoon zo snel. En ik moet ook niet te veel praten. Dan raak ik afgeleid. Dat is ook best wel knap. Dat met niemand in de kamer, maar alleen mezelf. Ik alsnog afgeleid raak, maar goed. Ik krijg nu al last van mijn ogen. Op een gegeven moment zie ik gewoon wazig en dan zie ik niet goed waar ik dat balletje sla. We zien hier Sim die al 2 minuten bezig is. Nog eventjes te gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even doorspoelen. Wow, al 4 minuten bezig. Nog maar heel lang te gaan. Nog maar heel lang te gaan. Met nog maar 5 uur te gaan zit ik vol goede moed. Wat ik wel denk is als je dit iedere dag oefent. En steeds een stukje langer. Dat je het dan op een gegeven moment wel zo lang vol kan houden. Dus misschien is het gewoon een goed idee. Stel ik zou het niet halen dit keer. Dat ik het gewoon een paar keer ga oefenen en dan steeds langer tot ik het wel kan. Saai! Als je je trouwens verveelt tijdens de quarantaine, de thuisisolatie, kan je dit ook gewoon doen. Dit is echt prima vermaak. Gewoon lekker ergens zitten en gewoon de hele tijd een balletje hoog houden. Zo leuk. Echt top. Ik zou het iedereen aanraden. Ja, echt een aanrader hoor. Echt. Ping en pong spelen pingpong. Pong zei de pingpongbal. En Ping die zei dat Pong het was. En Pong die zei dat Ping het was. Ping Pong, Ping Pong, Pang zei de pingpongbal. Ping en Pong spelen pingpong. Pang zei de pingpongbal. En Ping die zei dat Pong het was. En Pong die zei dat Ping het was. Ping Pong, Ping Pong, Pang zei de pingpongbal. Ping en Pong spelen pingpong. Pang zei de pingpongbal. En Ping die zei dat Pong het was. En Pong die zei dat Ping het was. Ping Pong, Ping Pong, Pang zei de pingpongbal. Ping en Pong spelen pingpong. Pang zei de pingpongbal. En Ping die zei dat Pong het was. En Pong die zei dat Ping het was. Ping pong, ping pong,
dankzij de pingpongbal. Ik was eerst de ping-ping, nu ben ik de pong-pong. Ping-pong is mijn ding-ding, voel me net maar long-long. Ik was eerst de ping-ping, nu ben ik de pong-pong. Ik ben 20, maar ik lijk heel jong-jong. Geniet nog maar even van het zingen, Simon. Het gaat snel vervelen. Ik denk dat ik niet eens wil weten hoe kort ik nu pas bezig ben. Ik denk echt dat ik daarvan schrik. Dus ik ga ook niet achter me kijken. Want naast dat ik niet wil weten hoe kort ik pas bezig ben, wil ik ook niet het risico nemen dat ik achterom kijk en er vervolgens het balletje laat vallen. Want dat zou nogal sneu zijn. Volgens mij is deze video echt niet normaal saai ook om naar te kijken. Maar het gaat uiteindelijk om het idee. Voor de mensen die het trouwens willen weten, ik ben sinds vorige week gestopt met tafeltennis. Ik heb mijn lidmaatschap afgezegd. Het werd eigenlijk allemaal een beetje te druk en nu sowieso door het virus kon er natuurlijk helemaal niet getraind worden voor een lange tijd. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon het moment om het op te zeggen. Ik had gewoon heel veel dingen te doen en daarnaast stopte me een van mijn goede vrienden en teamgenoten waar ik echt al jaren mee in het team zit, die stopte ook met tafeltennis. Dus toen dacht ik, nou, het is voor mij ook nu de tijd om te stoppen. En wie weet pak ik het op een gegeven moment weer op, ga ik gewoon weer lekker verder. Maar ik was nu sowieso gewoon alleen een beetje bij de senioren aan het kloten. En als ik iets doe, dan wil ik er eigenlijk altijd de volle 100% voor gaan. Dan wil ik er echt, dan wil ik ook goed ergens in zijn als ik iets doe. Ja, dat is gewoon een beetje mijn zwakke punt. Ik moet altijd ergens goed in zijn. Dus als ik het weer ga oppakken, dan ga ik ook weer trainen en dan wil ik ook weer goed worden eigenlijk. Ja, ik was 20 minuten bezig en ik had hier het gevoel dat ik al een uur bezig was. Wat doe ik met mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Wat doe ik met mijn leven? Ping en pong spelen, ping pong, ping pong, pang, ping pong, ping pong. Ping pong, ping pong, ping pong, 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 ping pong, ping pong, ping pong, pong. Weer even spoelen. Ja, mijn camera had dus net de maximale opnamelimiet bereikt. Dus een half uur of zo. En daarna stopt hij gewoon met filmen. Dus ik moet ieder half uur moet ik naar de camera lopen om hem weer aan te doen. Ja. Je kan het van een positieve kant bekijken. We hebben 10% van het wereldrecord gehaald. Woehoe! Maar je kan het ook van een andere kant bekijken. We moeten nog 90% doen. Ping, ping, ping. Oh, oh, oh! Oh, ik stoot het tegen mijn vinger aan of zo. Zul je zien dat ik het straks heel lang volhoud. En dan als ik het bijna heb gehaald, dan in één keer flats. Zo vol op de grond. Trouwens, als je nog een ander wereldrecord weet van dat je denkt van, oh, dat moet je proberen te verbreken. Of dat zou in theorie nog best haalbaar kunnen zijn. Laat het dan even weten. Want het lijkt me best leuk om nog een aantal andere dingen te proberen. Tafeltennis zit natuurlijk redelijk dicht in mijn comfortzone. Maar misschien is er een ander leuk wereldrecord wat ik kan proberen te verbreken. Dus laat het vooral even weten in de reacties. En wie weet ga ik dat dan doen. Ik weet niet wat de fuck ik daar deed, maar dat ging niet helemaal goed. Er hangt trouwens ook een stukje van mijn bedje, dat randje, los. En daar irriteer ik me echt heel erg aan. Maar dat kan ik er niet
goed terug opzetten. Want dan laat ik hem sowieso vallen. Dit is een vrij lang stukje wat ik even heb doorgespoeld. Ik had hier al overal last van. Ik had het benauwd. Het zweet stond in mijn bilnaad. Ik zag totaal wazig en had een halve hernia. Maar dat is natuurlijk geen reden om op te geven. Oké, yes. Er zit nu dus weer een half uur op, want de camera viel uit. Wat betekent dat we in totaal 20%... Oké, ik moet niet naar de camera kijken. Dat we in totaal 20% van het totaal hebben. We hebben nog 4 uur te gaan. Maar we hebben er dus wel een uur op zitten. Dat vind ik al redelijk lang. Ik weet niet of ik had verwacht dat ik ook daadwerkelijk al een uur zou redden. Maar ja, aan de andere kant nog 4 uur, dat is wel echt lang. Ja, dat ging maar net goed, hè, zie. Oké, ik moet echt niet van die gevaarlijke dingen doen. Ik zal je even meenemen door mijn gedachtegang. Het enige waar ik hier aan kon denken was, wat de fuck doe je met je leven? Ik heb een lamme arm, joh. Niet normaal. Echt, alles zit in de kramp gewoon. Ik begin me echt steeds meer af te vragen wat ik met mijn leven doe. Zo te horen zat ik er hier lekker in. En die positiviteit is zeker terecht, want ik had nog maar 3,5 uur te gaan. Hopelijk kan ik die positiviteit de rest van de tijd behouden. Dit is even zo'n cool timelapse die niet kan ontbreken, maar deze is helaas wazig, sorry daarvoor. Oh, het ging weer bijna fout. Ik schrik elke keer echt als het bijna fout gaat. Dit is echt een heel saai stukje met alleen maar geklaag van mij. De positiviteit was een beetje op, dus dit zal ik maar weer even doorspoelen. En natuurlijk zit niemand te wachten op een half uur durend fragment. Ik ben er zo klaar mee. We hebben nu, ik denk, iets meer dan 2 uur erop zitten. En ik heb een verzuurde arm. Mijn hand is helemaal verkrampt. Ik heb last van mijn ogen. Want je zit natuurlijk de hele tijd van dichtbij naar dat balletje te kijken. Dus ik zie gewoon een beetje wazen. Ik heb last van mijn rug. Mijn ogen pijn. Ik ben moe. En we zitten nog niet eens op de helft. Ik vraag me echt heel erg af waar ik aan ben begonnen. En ja, ik kan nu ook gewoon stoppen en zeggen, nou, ik heb het niet gehaald. Maar zo zit ik niet in elkaar. Ik moet het nou gewoon proberen. En het is ook benauwd, het is partij heet hier in mijn kamer. Ik spoel dit fragmentje door. Oké, mensen, dit is een euforisch moment. Er zit al 3 uur op. Ik heb letterlijk 3 uur al een balletje hoog gehouden. Ik ben dus aan de ene kant echt super blij dat ik het al 3 uur heb volgehouden. Dat had ik echt al niet verwacht dat ik dit 3 uur lang zou volhouden. Maar aan de andere kant, we moeten nog 2 uur en ik heb het echt totaal gehad. Ik heb echt helemaal geen zin meer. Alles doet pijn, het is echt helemaal kut. Wat trouwens wel zo is, we hebben al in ieder geval, als we dit wereldrecord niet halen, hebben we wel het vorige wereldrecord bijna gehaald. Dat stond namelijk op 3 uur nog wat. Ik weet niet precies hoeveel. Dus als we nog even volhouden, hebben we in ieder geval het vorige wereldrecord gehaald. Nou, dat vind ik al een hele prestatie. Maar ja, nu wil ik eigenlijk ook gewoon het echte wereldrecord halen. Want daar doen we het natuurlijk wel voor. Siem, you can do this, man. You can do it. Oh. 2 keer achter elkaar liet ik hem bijna vallen. Oh, waarom doe je dat, Siem? Dat is niet goed voor je hart. Weer even spoelen.
Ik was er echt al een uur geleden klaar mee. Maar hoe klaar ik er nu mee ben, daar heb ik gewoon echt geen woorden voor. Ik denk dat ik straks gewoon de rest van de dag of de rest van de week ook alleen maar in mijn hoofd tik-tak, 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 ping-pong, ping-pong, de hele tijd dat hoor. Oh, verschrikkelijk. Ik ben echt zo blij, maar ook zo vermoeid bij elkaar. Ik ben echt ontzettend blij dat ik nog maar een half uur moet. Het laatste half uur is gewoon ingegaan. En dan heb ik het gewoon gehaald. Oké, daar moet ik echt niet aan denken. Dat word ik gek. Maar ik ben er ook zo... Ik heb echt de neiging om gewoon het balletje te laten vallen. En te zeggen, ik stop ermee. Ik heb het gehad. Ik ben er klaar mee. Maar we zijn nu echt zo dichtbij. Nog een half uur. Dat is echt... Dit moet kunnen. Hier had ik het wereldrecord bijna gehaald. En werd ik van binnen ontzettend opgewonden. Wat je niet helemaal aan mijn hoofd ziet. Fuck yes, ik heb het gehaald. Oké, we gaan nog even een paar slagen door. Zodat ik echt gewoon net boven het record zit. Ik kan niet beseffen dat ik het heb gehaald. Ik heb vijf uur lang een balletje hoog gehouden. Het is ook echt het meest kutte wat ik ooit heb gedaan. Echt serieus. Van alle dingen die ik heb gedaan. Denk aan dat in een cirkel leven. De hele dag komkommer vreten. Half naakt in een bos de regendans doen, skinny dippen. Het waren allemaal ongemakkelijke of vervelende dingen. Maar dit was echt gewoon het kutste wat ik ooit heb gedaan. Gewoon omdat het 5 uur lang zitten is en je wordt helemaal gek van het getik en het alles doet pijn. Ik ga ermee kappen. Jongens, het is mooi geweest. Ik heb een wereldrecord gehad. Oh, mijn hand. Oh, holy shit. Mijn hele hand, kan je dat zien? Mijn hele hand is gewoon ingedeukt. Er zitten allemaal halve blaren op. Ik heb het gehaald. Ja, insane. Ik had van tevoren echt niet verwacht dat het me ging lukken. Aan de ene kant ben ik echt ontzettend blij. Maar ik moet ook gewoon even bijkomen van alles. Ik zat helemaal in trance op een gegeven moment. Ik was ook niet meer aan het praten. Ik zat gewoon, dan heet het. 1, 2. 3, 4, ping, pong. Echt. Oh. Het was waarschijnlijk een ontzettend saaie video om naar te kijken. Want je hebt mij alleen maar 5 uur lang een balletje zien hooghouden. En ik heb ook niet zo heel veel gezegd. Omdat ik gewoon in trance op dat balletje was. Maar vond je het nou toch leuk dat ik het wereldrecord heb verbroken? Laat dan even een blauw duimpje achter. Laat in de reacties weten welk record ik volgende keer moet verbreken. En dan zie ik jou bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot ziens!